deze nieuwsuitzending, die gaat over loonbelasting en werkloosheid. En dan beschouwd vanuit het metafysische, mag je ook zeggen, het christelijke perspectief. Een perspectief waar je wat aan hebt. Loonbelasting houdt in dat als jij een ander vraagt om werk voor jou te doen, tegen een vergoeding, en dan spreek je af dat je 100 euro kan kwijt zijn, dan krijgt diegene maar 60 euro. En 40 euro moet naar de loonbelastingsambtenaar, kantoor, controleur. Nou, dat lijkt me een drempel om iemand voor je te laten werken. Denk je niet? Dan kan je het beter zelf doen. Dan geef je jezelf die 100 euro. Dan geef je dat geld niet uit en dan ga je zelf wel heel hard werken, zodat je niemand in dienst hoeft te nemen. Want als je iemand in dienst neemt, dan kost je dat. En waarom is dat? Het zal toch niet zo zijn dat dit een luciferianistisch ondergraven idee is? Nou, dat is het wel. Het belasting moet betaald worden. En dan gaat het met name om zaken zoals de infrastructuur en wat daar maar bij hoort. Er moet betaald worden voor de riolering. Dat kan niet anders. En je gaat niet... De ene zegt, nee, ik doe niet mee aan de riolering. Ik scheid wel vanaf het balkon. Ik pis wel in de begonia's van de buurvrouw. Nee, natuurlijk niet. Dan moet je gewoon belasting voor betalen. En dat slaan we om per hoofd van de bevolking. En dan kan je zeggen, ja, sommige mensen poepen meer dan andere mensen. En er moet wel een soort van controle op zijn, hoor. Want ik ben een weinig poeper en ik moet dan hetzelfde betalen als een veel poeper. Ja, zou ik zeggen. Want het is veel te ingewikkeld om dat allemaal te gaan lopen uitzoeken. Dat iemand zegt, ik poep heel weinig. Ja, en hoe weet je dat dan? Moeten we dan een YouTube-camera gaan ophangen in jouw toilet? En wat dan als er ook nog kleuters naar het toilet gaan? Ja, dan hebben we zo dadelijk een rechtszaak aan onze broek vanwege kinderporno. Dus een belasting, dat is voor het gebruik van de zaken. Toen ik in Wageningen studeerde en we gezamenlijk gingen eten, was er altijd iemand en die hield de score bij. Dat heb ik ook een tijdje gedaan. En zo moeilijk is dat niet. En zaken als kruiden en zout en peper, die gingen op de algemene lijst. En andere zaken zoals koffie. Ja, je was een koffiedrinker en dan stond je op de koffielijst. En dan betaalde je gewoon mee aan de koffie. En als je dan zoiets had van, ja, ik drink maar één kopje koffie in de maand, nou, dan moet je niet op de koffielijst gaan staan. Want dan betaal je blauw voor je koffie. Ja, dat was de afspraak toen. Want we hadden geen zin om ieder kopje koffie op te gaan schrijven. En we dronken de meest goedkope koffie die er maar was. In de supermarkt dan. Dat sla je hoofdelijk om. En de eieren daarentegen, die moest je afvinken. Dus als je een ei pakte, moest je een streepje zetten. Ze hadden wel meer afspraken. Telefoneren.
Dan had je de tikken. Dat is een tikapparaat zat naast de telefoon. En die tikken die schreef je achter je eigen naam. En we waren altijd tikken kwijt. En die worden weer hoofdelijk omgeslagen. Ja. Dat heet belasting. En wij betaalden dat geld voor die eieren en die koffie. En met veel plezier. We hebben ooit nog gedacht over een bierlijst. Maar daar zijn we mee opgehouden. Het punt met een bierlijst is dat je kan wel 6 katten bier kopen. Maar als dan de heren er lekker zin in hebben en de dames willen nog even doorkletsen, dan wordt iedereen dronken en dan wordt er niks meer opgeschreven. Dus met de bierlijst zijn we gestopt in die tijd. Niet met bier drinken. Dat verrekenden we onderling wel. Belasting is voor de algemene middelen. Nou, die moet betaald worden. En wat kost dan de algemene middelen? Iedereen zegt dat Rijkswaterstaat, dat is allemaal heel duur. En heb je wegenbelasting? Ja, dat is dan toch genoeg. En ook zou ik zeggen dat vervoersbedrijven die met een fijne grote vrachtauto's dat asfalt de hele tijd aan de raspodé rijden, die betalen wel degelijk wat meer. En ik zou ook zeggen dat tante Gerda, die voor de mantelzorg van Anna Polona naar heer Hugo Waard moet rijden, die betaalt helemaal geen wegenbelasting. Belasting voor aan de bedrijven, daar gaat het om. Maar als je hier in Nederland een business wil beginnen en je gaat in die hoedanigheid gebruik maken van de algemene middelen, dan ga je daar op een bijzondere manier voor betalen. En al die bedrijven, die werknemers, die krijgen allemaal leaseauto's. En die jongens in die leaseauto's. En meisjes, ik wil niet seksistisch overkomen. Maar dat staat allemaal maar in de file de hele dag. Nou, dan gaan die bedrijven daar mooi voor betalen. Want er moet de A12 verbreed gaan worden. Dat hebben ze ook recentelijk gedaan. Ik hoop dat de files op de A12 nu voorbij zijn. Maar het leuke is, als je de A12 laat doorstromen, dan komt er ergens anders weer een file. Dan moeten we dan een tweede Koentunnel gaan maken. Ja, vooral die bedrijvigheid. Nou, dat gaan die bedrijven dan maar ophoesten. Dat is belasting. En wat je weet, als je de wegenbelasting omhoog gaat schroeven, dan gaan mensen zeggen van ja, als het zo duur is, dan ga ik het niet doen. Nou, als het daadwerkelijk echt zo duur is, dan is het ook maar beter dat die bedrijven dat niet gaan doen. Als een of ander bedrijf verzint van, ja, dan laat ik mensen in het oosten van Nederland, die geef ik allemaal een leaseauto en die scheuren dan over de A1 en de huppeltjepup. Want dat is heel handig qua de huppel, weet ik wel wat je dan denkt. Anders moet ik ze verhuisvergoeding betalen of zo. Ze komen maar met de auto. Ga er dan maar over nadenken waarom die wegenbelasting zo hoog is. En misschien naar een ander alternatief uitzoeken. Mensen thuis laten werken of je fabriek verplaatsen naar het oosten. Als je een hal hebt waarin gemonteerd wordt, zet je die in Aalten neer. Belasting is voor het gebruik. En sommige dingen die sla je hoofdelijk om. Algemene middelen. En andere dingen zijn specifiek naar het gebruik. Maar onze overheid gebruikt die belasting om zichzelf in leven te houden. Want zelf werkt de overheid niet. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat doen ze momenteel wel.
En ze spreken van de BV Nederland bijvoorbeeld. Alsof wij een beetje balletje moeten gaan spelen met de rest van Europa. En dat vind ik prima hoor, dat de Nederlanders gaan concurreren met de Duitsers weer eens een keer opnieuw. Maar waarom moet dat in Brussel worden uitgedingest? En als je ergens belasting over heft, heeft dat een negatief effect op de afzet, op de omzet. Dat is in de economie heet dat de prijselasticiteit. Als een product duurder wordt, ja, dan wordt het minder afgenomen. Dus als je het in dienst nemen van iemand duurder maakt door daar eventjes 40%. Dan moet je even uitrekenen, want het is natuurlijk 40% van 100 en dat is dan. Dus iets kostte eigenlijk maar 60 en dan moet dan 40 bovenop. Nou, het lijkt mij dat je dan kan spreken van een factor 0,8 of zo. Pak even mijn rekenmachine erbij, ik ben toch even bezig. Het is erg belangrijk dat we het allemaal gaan begrijpen dat het veel beter kan. Dus even denken, je hebt dus iets kost eigenlijk maar 60 en dan wordt het 100. Dus dan komt er 40 bij. Dus dan heb je een toename van 60. En dan komt 40 bij. Dus dan delen we dat eens eventjes door 40. Wat krijg je dan? 1,5. Je maakt het eventjes 1,5 keer zo duur. Nee, 1,5 en dan. Wat heb ik hier weer eens gesproken? Is dit ding een memory? Ik zit met zo'n rekenmachine die hier op mijn Mac zit. Hoor. Kijk hoor, spraakvenster wil ik niet. Wetenschap. Ik heb daar een memory knop in. Memory clear, memory plus. En dan 1 gedeeld door memory recall. Is 70%. 0,666666666. Het tikt even lekker aan, hè? Kan je je voorstellen dat je buurman die heeft een busje en je zegt tegen die man van, nou, weet je wat? Ik moet even heen en weer naar Westervoort. Kan jij even rijden? Want er moet een bank naar mijn oma. En die man zegt, dat is goed, dan wil ik 2 tientjes. En dan zegt de overheid, oké, dan krijgen wij dus 15 euro of zo. Kan je je voorstellen? Je geeft je medeburger een bedragje voor een bewezen dienst of een goed. En de overheid wil dan 40%? Oké. Maar die buurman van jou met die bus, die heeft daar niks aan. Dus die 40% die ben jij wel kwijt, maar hij krijgt hem niet. Nou, wat voor een effect heeft dat dan op het elkander aanbieden van, heb je zin om morgen te helpen in de tuin, lalalala. Of een leuke jongen met allemaal energie, zo'n jonge jongen, die heeft iets nieuws verzonnen met een computerding, verbonden met een helikopterapparaat. En een oom van hem heeft wel wat geld. En dan kan hij tegen allemaal vriendjes zeggen van, nou, hebben jullie zin om de hele zomer lang, als we toch niet naar school hoeven, bij mij in de garage te komen prutsen. Dan krijg je een tientje per dag of zo.
20 of wat je maar hebt. Het is toch zomer, het is vakantie. En dat dan de overheid zegt, ho, 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 wij willen 40%. Waarom? Denk er even over na. En om het dan, want hoe die lui werken, het is door met de linkerhand iets te doen en met de rechterhand te doen lijken alsof er iets heel anders aan de hand is. Net als een goochelaar. En ze hebben ons die loonbelasting opgelegd. Dus wij mogen niet meer zonder meer tegen een buurman zeggen, wil je wat voor me doen? Ja, het mag wel, als de overheid dat verder niet in de gaten heeft. Maar ga niet een advertentie in de krant zetten. Iedereen die zin heeft om gras te komen maaien, die krijgt een tientje per uur. En dan moet je wel morgenochtend om 6 uur aanwezig zijn. Ja, ga dat vooral niet doen. Want dat wordt serieus genomen en dan wordt er belasting overgeheven. Het heeft daar een slechte uitwerking op. En wij vinden het normaal, want de overheid die zorgt er voor de algemene middelen. Dus laten we dan maar, dat heet dan een progressief belastingstelsel, dat degenen die het meest verdienen, die moeten ook het meest betalen. De loonbelasting is dan, misschien is wel 40% niet eens meer geldig dat je er iets onder zit. Want je hebt nog een onderkant. En als je heel veel gaat verdienen, dan moet je misschien wel 80% betalen. Inkomstenbelasting. En dat slaat nergens op. Wij moeten betalen voor diensten die wij nodig hebben. Dus ons stemrecht zou ook moeten zijn dat iedereen mag vertellen wat hij nou het liefste wil van de overheid. En niet dat die partij een groene kleur heeft of een paarse kleur of een rode kleur of oranje. Dat is geen stemrecht. Wij zouden moeten stemmen over wat we nou willen. In de realiteit. Ik bijvoorbeeld zou willen dat er iets gebeurt met die singles van Arnhem. Die belachelijke verkeersoverlast. Waar is dat voor nodig? Kan dat niet anders? Om het even uit te leggen voor degenen die Arnhem niet kennen. Het is een soort knoop. Nee, niet een soort, sorry. Het is een knooppunt. Vanuit het zuiden, vanaf Nijmegen, vooral, want dat is de grote stad die in het zuiden ligt. En nou, onder Nijmegen heb je nog, heel veel mensen gaan, als ze naar Maastricht gaan, gaan ze ook over Nijmegen. Dus die mensen, al die lui, die tetteren allemaal omhoog in een auto. We hebben ook in het zuiden een heel groot industrie gebeuren, dus daar werken ook een hoop mensen. Met een woonboulevard en autobedrijven. Ja, al die mensen willen naar huis. En dat scheuren, jongen. En dat gaat allemaal door het centrum van Arnhem heen. Dan hebben ze een omleiding gemaakt. Die heet de Pleiroute. En daar staat het dan helemaal vol met auto's. Allemaal files. En de rest denkt van, ah, wat de F, ik ga wel even door het centrum van Arnhem heen. En dat geeft een enorme hoeveelheid decibellen. En ook een vriendin van mijn zus. Fok, van mijn dochter. Ja, het is mijn zus natuurlijk, hè. Die is daar voor de ramptamp gereden.
Die heeft ik weet niet hoe lang in een revalidatiecentrum gezeten. Dat is dan wel weer mooi in Arnhem, dat je ook mooie revalidatiecentra hebt. Daar heb je al die drukte voor nodig. Nou, daar zou ik over willen stemmen. En dan maar een meerjarenplan. Want je moet natuurlijk wel, als je s'avonds een keer afgezet wordt door een kennis, dan moet die kennis door het centrum van Arnhem heen kunnen rijden. Er moet wel gereden kunnen worden. Maar de mensen die gewoon van A naar B moeten, die moeten de gelegenheid krijgen. Op een of andere manier. En niet langer door het centrum van Arnhem scheuren. Want ik neem even de korte route. En wat ik daarbij dan zou willen, als we dan daar toch mee bezig zijn, om dat overdadige autogerij door de centrumgebieden te beperken, dan krijg je daar ruimte voor terug. En die ruimte zou ik willen gebruiken om alle tuinen, voor iedereen die dat maar wil, zijn tuin mag delen voor de dieren. Dat er egels en ratten en whatever. Als iemand zegt van, nou, ik vind het niet erg als er in mijn tuin een vijver gegraven wordt. Nou, dan zijn er allerlei mensen in de buurt die zeggen van, oh, vind je dat niet erg? Nou, ik kan wel een paar kruiwagens met grond gebruiken. Dus ik kom even bij jou langs en ik ga wel even graven. En met mijn kruiwagen zo lekker, en dan maak ik een dijkje. En dan deel je die tuinen en dan gaan al die dan krijgen we misschien wel vossen hier in Arnhem. Uiteindelijk komen ze snuffelen hoor. In de buurt waar ik mijn kind heb opgevoed, daar is het heel, ja, een of andere, ja, nou, ik mag geen vieze woorden zeggen, maar een of andere jojo. Die heeft daar dennenbomen geplant en ook andere mensen laten daar bomen groeien. En dat slaat helemaal nergens op. Want dat is al heel erg schaduwrijk, want er zijn hoge gebouwen. Dat heb je op veel plekken. Ja, die schaduwrijkheid die zorgt voor dingen als slakken. Allerlei beestjes. Dat is verder niet zo erg. Want slakken eten heel erg graag kattenpoep. Dat vinden ze zalig. Nou, dat is een ideale combinatie. En egels die lusten heel graag slakken. Ja, dus het zou mijn dieet niet zijn om zo'n slijmerig beest op te eten wat graag kattenpoep eet. Maar ik heb het helemaal niet uitgevonden. Het is gewoon zo. En dan laat je lekker die egels door Arnhem lopen. En vosjes en whatever. En de poezen mogen overal naartoe. En waterpartijen. En laat die poezen lekker vissen. Ik ken een man en die kweekt salamanders hier in Arnhem. Dat zou iedereen moeten doen. Daar zou ik voor willen stemmen. En ik zou willen stemmen dat per burger er een aantal vierkante meter is. Maakt niet uit of je nou één linkerbeen hebt of helemaal geen linkerbeen. Met invalide, whatever. Je bent, weet ik veel, heroïneverslaafde, LBGT'se, en weirdo. Elke burger krijgt minimaal zoveel vierkante meter. Dat geldt ook in een klooster, waar je een cel hebt en die is zoveel vierkante meter. Dat is je persoonlijke ruimte. Dat krijg je minimaal, al heb je alles stout gedaan,
Je kan het helemaal opsommen hoe die mensen buiten de rol zijn gevallen. En, ja, maar ik kan helemaal niks meer. Nou, daar zou ik voor willen stemmen. Dat er zonder meer een aantal vierkante meter is voor iedere klojo. Want ik ken een klojo. En dat is helemaal geen klojo. Dat is een hele eerlijke man. En die brengt... Ja, de nacht door, of hij zit overdag daar ook. Hij heeft een uitkering en een ruimte, daar past een bed in. En naast dat bed, ja, daar heeft hij nog een beetje ruimte om wat schoenen neer te zetten. En dat is het. Nou, ik vind dat wat ruimer zou moeten mogen kunnen. Los daarvan, dat is je privéruimte. Die man trouwens waar ik het over heb, die deelt een keuken en toilet en douche. Dat lijkt mij geen probleem. Samen koken is, er is niks mis mee. En dan komt hij. Als je nou de mensen ziet dat die ene mens heeft een eigen huis met een eigen toilet en een eigen douche en een voordeur en een sleutel. En die heeft minimaal zoveel vierkante meter. Er zijn ook mensen die delen de douche en de keuken en het toilet. Die hebben dan ook zoveel vierkante meter. Dan weet je, dat is het minimaal aantal private vierkante meters. Dat ik duidelijk overkom. Los daarvan hebben wij publiek-private vierkante meters nodig. De publiek-private vierkante meters, dat noemen wij de gemeente. Denk nu niet dat ik gek ben, want ik heb hierover nagedacht. De gemeenteruimte. En de gemeenteruimte, de gemeentetuin, dat is ook een aantal vierkante meters per burger. Nou, en hoeveel meter tuin heeft een burger nodig? Gaan we even nadenken. Ik heb momenteel geen tuin. Daar gaat het me even niet om. Hoeveel tuin heb jij nodig als je een tuin wil hebben? Jij in je eentje. Ik heb momenteel een privaat-private omgeving. Dus niet publiekelijk, want niemand komt hier binnen. Tenzij ik de deur open doe. Of je wil heisaan met het hele portiek. Mijn privéruimte hier is 8 meter, denk ik, bij nou, ik denk 60 vierkante meter. Denk ik. Misschien wat minder. Maar iets van 60. En het mag van mij wel wat kleiner. Als je bezoek wil hebben, dan... Ja, het mag voor mij wel wat kleiner. Ietsje, pietje. Maar zoiets heb ik nodig aan privéruimte. En nu de openbare, dus de publieke private ruimte. Die wij nodig hebben om elkander te ontmoeten. Daar zou ik over willen stemmen. Hoeveel vierkante meter is dat? En die publiek-private ruimte, die is van ons allemaal. En daarin wordt er niet... daarin geldt alleen de common law.
En de common law is natuurlijk christelijk. Dat kan niet anders. En dat gaat, zoals je de, nadat het Joodse, de eerste Joodse geschriften circuleerden, gingen er in het oosten ook geschriften circuleren. De Joden waren het eerste. Dat is wat ik geloof. In het oosten hebben ze gezegd en toegejuicht, want het is Confucius die het heeft gezegd, en die Chinezen hebben dat toegejuicht. En dat was het credo: wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is uitgegroeid tot een geloof, tot een denominatie, een stroming, een geloofstroming. En die noemen wij het Confucianisme. Daarop baseer je de wet. En die wet geldt in de privaat en in de publiek private gebieden. Denk maar aan een ziekenhuis of een weeshuis. Dat is wat momenteel door de overheid als publiek-privaat gebied wordt aangewezen. Maar stel je komt daar binnen en je gaat in het ziekenhuis moeilijk lopen doen en met erlenmeijers gooien, dan word je eruit gezet. Ook al heb je een gebroken been. Als je boos gaat lopen doen tegen de verplegers, dan is het afgelopen met jou. Dat weet je, dat dat zo is in de ziekenhuizen en in de weeshuizen. Dat mag je weten. En denk je nu eens in dat wij datzelfde gaan hanteren voor onze, waarvoor we gestemd hebben, publiek-private gebieden. En welke wet houden wij ons dan aan? Nou, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Of op z'n christens gezegd, doe tegen een ander zoals jij zou willen dat hij of zij tegen jou doet. Wees een spiegel. Dat worden dan veilige gebieden. En als jij je in die gebieden ook maar iets van niet moreel gedraagt, word je gelijk herkend. In mijn huis hoef je ook geen geintje te flikken. Want ik weet met welke deuren je in deze woning kan slaan. En dat doen we niet. Want dit is mijn huis. Als jij hier binnengelaten wordt en je moet overgeven en het ligt allemaal op mijn tapijt, dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb liever dat je dat doet in het toilet. Maar dat wist je zelf ook wel. En het is fout gegaan. Ja. In mijn huis worden geen foute dingen gedaan. Niet lelijk doen. Niet zo don't cry for me Argentina gedrag, terwijl je helemaal geen koningin bent. En dat wil ik dan ook in die publiek-private gebieden. Ik wil dat. En hoe je dat hier in Arnhem moet regelen, dat weet ik niet zo 1, 2, 3. Ik weet wel dat het de wil is die voorafgaat aan de gebeurtenis. Om nog maar een beetje meer zout in de wonden te wrijven. Geintje.
In den beginne schiep God hemel en aarde. De wil gaat vooraf aan alles. En mijn wil is dat we hier in Arnhem, er zijn genoeg lullige gebieden. Je hebt maar zoveel vierkante meter nodig. En hoeveel en waar dan? Nou, vlak bij het spoor, hoor maar wat. Hoe van het perspex eronder, tegen het water. Maken we daar een drijvend gebouw van? Voor de water, voor mij, ja, dat kan je gewoon doen. Ergens in zo'n wateroverlastgebied, waar af en toe de rivieren, als het heel veel geregend heeft, alle sneeuw is weer gesmolten. Ja, gewoon drijvend gebouw. En daar geven wij de kinderen onderwijs. Op een aantrekkelijke manier. En dat is ook een ander ding wat ik voor zou willen stemmen. Dat het verplichte onderwijs wordt afgeschaft. Er moeten plekken zijn waar je je kind kan dumpen. Het liefste wil je dat je kind gewoon de deur uit kan lopen. Want je woont in een dorp. Van de langs het tuinpot van mijn vader. Zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat nooit voorbij zou gaan. Ja, dat is niet meer. Niet hier in Arnhem. Er is hier helemaal geen tuinpad van mijn vader. Mijn vader werd knettergek als hij bij mij op bezoek kwam. Hij zei tegen mij, jongen, hoe kan je hier wonen? Ik zou er gek van worden. En toch moeten wij die gemeentehuizen hebben. En niet één gemeentehuis hier in Arnhem. Ja, gek. Het hele gebouw mag van mij afgeschaft worden. De overheid moet je gewoon lekker gaan digitaliseren. Gewoon een website, die wordt gerund vanuit Den Haag. En het hele gebouw, dat gemeentehuis wat we hier hebben, er zitten allemaal mensen die lopen daar vreselijk ingewikkeld te doen over zaken als rijbewijzen. Ik denk van, lulkoek. Nou, dat vinden jullie toch ook? We betalen ons blauw aan voorzieningen waar we niks aan hebben. Sta er even bij stil. En het is Gods wil. Maar God wil, als wij zo stom zijn, dat we niet in de gaten hebben, dat we in onze, vies woord, verwijderd door de zelfcensuur, zijn. We zijn te stom om het te begrijpen. Ja, wat heeft het dan voor zin? Ja, maar Perry, die loonbelasting van 40%, dat is helemaal niet erg, hoor. Ik zie nog steeds heel veel mensen aan het werk en volgens mij zit je zwaar te overdrijven. Mijn vraag is, wie is er dan eigenlijk wel aan het werk? Hoeveel mensen zijn er niet die alleen maar in de file staan? Een CO2-belasting lopen te veroorzaken. Hier om de hoek heb ik een supermarkt. Ja, die mensen die werken. Die doen het ook echt. Je legt je spullen netjes neer. Bij de kassa, dingen op de loopband. En dan toep, 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 toep. En er zitten echt enorme talenten bij. Die zijn zo strak. Het is gewoon watch, 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 watch. En dan ben je weg.
Ik stond laatst weer, dat was vandaag. Zo'n man, die stond voor mij en die legde zijn spullen op de loopband. Rolband, transportband, hoe noem je dat? En die liet die spullen gewoon vallen. Gewoon zo boink, boink, boink. Ja, dat doe ik niet, hè? Hij wel. Dus ik begon me gelijk te irriteren en ik zei tegen mijn eigen... Maar Perry, niet irriteren, want dan wordt het niet vrolijker van. Spreuken 15 vers 1. Dus voor de weinige Bijbelkennende een zachtmoedig woord vermindert de lulligheid. En hardvochtige woorden, dat maakt het alleen maar erger. En een woord wordt voorafgegaan door een gedachte. Dus je moet je gedachten onder controle houden. Dus ik probeerde me niet te irriteren aan die man. Ik had eerder moeten zijn. Ik zag hem al aankomen lopen, zo'n beetje komen dreutelen. Maar ik ging nog even naar achter om te kijken. Ja, goed, het is ook mijn eigen fout geweest. Ik stond dus achter die man. En die gaat dan zeggen tegen de cashier... Ik ben wat vergeten. En die bleef een partijtje weg, jongen. En een meisje. Echt een meisje. Het is een hele mooie vrouw. Met een teentje, je moet ervan houden. Maar echt. Jeez. Als ik een zoon had gehad, had ik gezegd van... wat vind je van die? Hè? Die is rap, jongen. En die zat maar eens een beetje zo... Toedoem, 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 toedoem. Ja, en ik zo aanschuiven. Leg mijn spullen netjes neer. En ik weet precies wat het kost. Het is €3,25 en betaal ik. Dat weet ik van tevoren met een contant of een pin. Maar dat heb ik van tevoren uitgerekend. Ik weet precies wat het kost. En zij ook. En wat ze deed, tot mijn stomme verbazing, ze drukte dus die hele bestelling van die complete mafketel. En dat was een Hollandse man, met van de blonde haar. En die zijn spullen liet vallen op de loopband. En zei, oh, ik ben nog wat vergeten hoor. Jeez, wat een zombie. Had ze die hele bestelling, gewoon netjes, tjoep, 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 tjoep. En toen kwam ik aan de beurt. En ze wist... hoe dat moest. Want dan moet je op die kassa op knop drukken en zeggen een toom of zo, store memory of whatever. En die sukkel die kwam weer terug met een potje, wat had hij nou gevonden? Bio-mayonaise. Wat is dat nou weer? En er was een hele eind zoeken natuurlijk voordat hij dat gevonden had. En dat meisje was super strak. Die werkt. Bij die supermarkt, daar is de gemeente, daar op dat plein, dat kerkplein, is de gemeente bezig om iets heel nieuws te maken. En lalala. En een projectontwikkelaars erbij. En een filmhuis en woonhuizen. En er staan van die mannen, die staan er van s'morgens 7 uur. En verschrikkelijk. Voor mij dan, hè? Ik heb echt geen wekker meer nodig, hoor. Als de bouwvakkers komen, denk ik, oh fuck. En dan ben ik weer wakker. Ik prijs mezelf gelukkig. En die mensen werken. Die werken. Waaraan weet ik niet precies, maar in het geval van die bouwvakkers die iets maken waarvan ik denk, ja, daar heb ik helemaal niet om gevraagd, maar ze werken wel. Ze werken echt. Ze zweten. En over hoeveel procent heb je het dan van de mensen die echt werk doen? Ik ken het, loop ik dus een mooie steeg hier in Arnhem.
En dan is dan de keuken. En die zit. De tent is aan het plein. Of een mooie straat. Die heet Pauwstraat. En dan de keuken is bij de steeg. En daar staan dan van die jongens. Er staan altijd jongens trouwens. Er staan van die jongens. Met zo'n keukenschort en zo'n petje op hun kop. Of geen petje op hun kop. Of wat. Maar dan staan ze een checkje te roken. Of een Belinda. Een sigaret. Ja, die werken ook. Dat is echt zweten. Dat is trappelen. Maar wie voor de rest dan? Er wordt er gezegd van ja, een vriend van mij, die heeft al sinds jaar en dag een uitkering. En die werkt nu. En die maakt de trapportalen schoon of zo. Of vergelijkbaar niets nut werk. Hier in deze portiekflat waar ik woon, daar wordt eens per twee weken, komt er een team naar binnen, drie weken, zo, en die gaat alles schoonmaken. Waarom? Dat kunnen wij best zelf. Dat er af en toe iemand langskomt van de woningbouwvereniging en die zegt van nou, jullie trapportaal is niet echt wat we willen. Wie komt er in actie? We hebben gewoon hier in het trapportaal, we hebben trapportaal overleg. En dan wordt het toch even besloten. En die oude mensen die hieronder wonen, ja, die hoeven niet mee te helpen. En onderin is het trapportaal het vieste. En niet helemaal bovenin. Want hier boven mij, daar woont Marloes. En die vrouw die Jehova's getuige is. Dat zijn allemaal hele schone vrouwen. Ja, daar hoef je echt niet schoon te maken hoor. Maar de onderin wel. Want iedereen komt er binnen. Een soort uitloopmat, zo'n trapportaal. Nou, zoveel werk is dat niet. En die mensen die komen hier dan. En die gaan dat bang, bang, bang. Gaan ze ook met die bezem zo helemaal zo. Bruch, 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 tegen zo'n stalen constructie om je aan vast te houden. Dat galmt als de ellende. Die trapleuningen. En die mensen, die zijn wel bezig, maar ze werken niet. En ze willen dat werk ook helemaal niet doen. Die hebben zelf ook wel in de gaten dat ze voor de zoveelste keer langskomen om een stukje beton met allemaal van het staal, dat het een leuke kleur geverfd is en het moet dan helemaal schoon, want anders wordt die juffrouw kwaad. Dat het stupide werk is. En daarom maken ze volgens mij, denk ik ook, zo'n herrie. Uit woede. Die mensen werken helemaal niet. Maar die mensen kunnen wel wat. Maar niet met een loonbelasting van 40%. Het niet te betalen. En behalve loonbelasting heb je niet alleen dat, je hebt ook nog dat je mag iemand op tijdelijk contract hebben tot een maximale duur van 3 jaar of zo. Dat is killing voor de business. En nu naar het metafysische aspect.
christelijke aspect. In de Bijbel staat, hij die niet werkt, zal niet eten. Ik denk dat het christendom om die reden misschien wel geassocieerd wordt met wat ze politiek rechts noemen. In de oppositie van links. En het is zo. Hij die niet werkt, zal niet eten. De grap, want het gaat over metafysica. Ik laat me niet voor één hol vangen. Wat is de betekenis van het woord werken? Als een zin wordt geuit in een context en de tekst is, hij die niet werkt zal niet eten. Wat is de betekenis van het woord werkt? Het werkwoord werken in deze context. Denk daar maar over na. Wat we niet gaan doen is dat als mensen bereid zijn om te gaan werken, dat er dan iemand zegt, ik wil een euro van jou. Dat is parasitair gedrag. Ik moet gaan afronden. Want ik zit tegen de 51 minuten aan. Loonbelasting is misdadig. En dat wij alleen maar mogen stemmen op een aantal kleuren, het zegt meer over ons dan over Hully. Vooral dat wij dan denken, ja, ik heb paars gestemd. Want die Pechtold, dat wordt hem hoor. En dan krijgen wij deze soepzooi over ons heen. En dat is precies wat God wil. Want wat God wil, is dat wij een eenheid worden. Dat wij niet langer onderscheid maken. Wat God wil, is dat wij ons onderwerpen aan zijn wil. En geen andere. Dan zijn wij bevrijd van de slavernij. En we zullen moeten vechten voor ons land. De vooruitzichten zijn niet goed. En dat is niet erg. Waar wij naartoe moeten is een systeem waarbij er een overheid is die ervoor zorgt dat wij publiek-private gebieden krijgen. En dan 100 vierkante meter per burger. En misschien dat het niet overal kan. Maar het kan. Ja. Creativiteit in deze is erg belangrijk. Er is veel leegstand hier in Arnhem. Dat zijn vierkante meters. Wij kunnen die toch krijgen. En dan niet voor anti-kraakdinges en alles opgedoekt wordt. Nee, krijgen. Want het is ons bezit. God heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. Dat betekent dat wij creatief zijn naar zijn smaak. Wij hebben ruimte nodig.
Je mag een kip toch ook niet opsluiten in een hokje van 10 bij 10 centimeter? En die legbatterijen, dat mocht toch ook niet? Een egel heeft een territorium nodig. Dat is best veel, dat is ettelijke honderden meters. Dat arme beestje eet alleen maar slakken. Ja, zie maar eens een slak te vinden in een tuin van 10 bij 10. Dan moet die egel bijgevoerd worden. Zo'n egel moet de ruimte hebben om al die slakken te vinden. En dan jam, jam, jam. En wormen eet hij ook. Wij hebben ook die ruimte nodig. Daar zouden we over moeten stemmen. En loonbelasting afschaffen. BTW afschaffen. Waarom zou je BTW moeten betalen? Huh? Als er hier een... De gedachte bij BTW is... dat als Nederland een mogelijkheid biedt aan een ondernemer om de waarde toe te voegen. Dus hij koopt iets in en dan laat hij wat doen. En dan heeft hij een toegevoegde waarde aan het product. Daar moet je belasting over betalen. Waarom? Geef je 10 seconden de tijd om erover na te denken. Waarom? Waarom moet je belasting betalen over de waarde die je toevoegt aan een product? Het argument is, ja, wij zorgen voor een omgeving waarin jij de entrepreneur uit kan hangen, dus betaal je aan ons abonnementsgeld. Sorry? Is er hier sprake van een eigenaar? Dus jij bent een entrepreneur. Je verzint iets leuks met een transportbedrijf. En dan ga jij met 20 ton vrachtwagens, ijzeren staven vervoeren van Rotterdam naar Amsterdam of zo. Ja, dan betaal je wegenbelasting, lijkt mij. Nou, belasting betalen over de toegevoegde waarde van je product. Ik wil belasting betalen voor het water dat ik verbruik. Dat ik die vierkante meters hier heb. Dat ik elektriciteit verbruik. Dat gaat netjes met die eieren in Wageningen. Dat wil ik gewoon aftikken. Ik heb nauwelijks elektriciteitsgebruik. En mijn kachel die is al 3 jaar lang uit. Die doet het niet eens meer. Ik kreeg een vriend op bezoek en die zei, wat is het koud hier? Zei ik, oké, ik zal de kachel even aansteken. En dat lukte mooi niet. Ah. Nou, douchen, dat is slecht voor je huidvet. Geintje. Maar hou er wel rekening mee. Dat is, je moet niet te veel douchen. Ook heel voorzichtig zijn in het gebruiken van zeep. Kan je huidproblemen van krijgen. En als je huidproblemen krijgt, dan ga je ook raar praten. Ook vastgesteld. En daar gaan we het dan de volgende keer over hebben. Hoor. Over gezondheid. Want wat is gezondheid? Maar ter afsluiting, loonbelasting is misdadig. Het is bedoeld om werkeloosheid te veroorzaken. Het liefste wat ze willen is dat we allemaal werkeloos zijn, want ze schijten 7 kleuren stront voor ons in hun broek. In hun, tussen aanhalingstekens, adellijke bloed. Want dat beweren ze. En dat gaat regelrecht in tegen het Oude Testament. En dan met name het boek Daniël. Onze consensus. Wij erkennen helemaal geen adellijke mensen. Behalve dat Willem-Alexander is dan momenteel de koning van Nederland.
Maar dat is hij helemaal niet, want hij moet eens per jaar op bezoek bij de zoveelste paus. Die het zoveelste seksschandaal verbergt tussen zijn benen die verhuld worden door een witte jurk. Dus dan zal het wel kloppen. Wij, de verstandigen, weten dat het anders zit. En ja, er komt een wereldgeloof. Er komt een wereldvaluta. En er komt een doorbraak vanuit de onderkant. Dat wij kinderen onderwijs gaan geven. En een mogelijkheid daartoe krijgen. En dat gebeurt in die gemeentehuizen. Of gemeentelanderijen. Dan mogen de kinderen boogschieten. En misschien wel karten. Kinderen mogen er ook benen breken. Van de schommel afvallen. En dat is alles wat we nodig hebben. En voor de rest is het de staat. En de staat doet het maar lekker allemaal zelf. Bruggen die worden gebouwd door de staat. Maak je maar een tolbrug of een toltunnel. Dat is niet ons probleem. Wij willen die publiek-private vierkante meters. En die zijn van ons. En misschien dan geen 100 vierkante meter per burger, misschien wat minder. Het ligt eraan waar je woont. Hier in Nederland moeten we vechten voor de vierkante meters. En daarover zouden we moeten stemmen. En moeten stemmen over het afschaffen van loonbelasting. Want ik weet niet waar die dienstverlening over gaat. En waar gebruiken ze dat geld voor? Ze krijgen dan loonbelasting van ons. En wat doen ze daar dan mee? Zeuren over werkgelegenheidscijfers? Ze hebben het zelf veroorzaakt. Die werkeloosheid. En van onze centen gaan ze ons vertellen, ja, de werkgelegenheid qua ding is toegenomen en de werkeloosheid is, ja, er zit een trend in. Het kan niet. En wij moeten dat beseffen. Ik denk dat ik meer verstand heb van economie dan Karl Marx. Om maar weer een paar andere mensen tegen hun schenen aan te schoppen. Maar dat is wat ik denk. En gaat het ons lukken om die klojo's eruit te krijgen? Nou, ik denk het niet. Als ik om me heen kijk, dan zie ik alleen maar verdwaasde oetlullo's en verdwaasde oetlulino's. Die bezig zijn met ik weet niet wat. Ja, ik heb werk, want ik werk bij de verzekeringsmaatschappij. En die heeft juist een nieuw gebouw gemaakt. En dat is de beste toffe kantine. Ja. Dat stelt mij niks voor. Dat is geen werk. En zo is het met ons gesteld. Het is één grote soepzooi.
We worden onder de duim gehouden. We mogen niet werken. Je mag niet zomaar werkgever worden. Dan moet je 3000 formulieren invullen. En waarom? En wij allemaal stemmen. Ja, ik wil door paars in mijn... Moet je nou zeggen? Ik wil door... Ja, geen vieze woorden zeggen. Ik wil door paars gepakt worden. Zo kom ik er mooi mee weg. En die ander zegt, nee, ik wil door groen gepakt worden. Ja, en allebei lekker bukken. Billen omhoog. Nou, lang leven de loonbelasting. En op zijn hamburgers zeg ik, tjus. En dag liefers.